verwacht wel een wedstrijd op scherps van de snede. NEC een goede ploeg en die weten ook als ze van ons winnen, dan nemen ze afstand. En dat willen wij voorkomen natuurlijk. Nou, we doen ons eigen spel, daar gaan we niet aanpassen. Aanhaken of afhaken voor die kopposities? Ja, maar onze doelstelling blijft hetzelfde. Hè? Bovenste vijf, jubileumploegen, dan slaan we de eerste ronde over. Maar als je morgen wint, dan trek je echt naar de bovenste plaatsen toe. En dat is het mooiste wat er is natuurlijk bij deze club. Wat voor de Graafschap kunnen we verwachten? Ja, zoals altijd, hè? Dat is denk ik een beetje een nutteloze vraag. Ja, dat is vechten, volle bak, thuis, nu 12.000 man. Dus ja, weet je, dat is gewoon volle bak en dan gewoon die drie punten binnen slippen. Voor minder doen wij het niet eigenlijk. Waar zit de kracht van NEC? Nou, ze hebben gewoon een heel degelijk goed team. Hè? Met spelers die ook wel wat gewend zijn. Die hebben Eredivisie gespeeld. Snelheid op de zijkanten. Zo'n goede ploeg. Hoe ga je dat bestrijden? Op onze eigen manier. Dat betekent, we gaan niet aanpassen. We hebben tegen Ajax niet gedaan, tegen Fortuna niet gedaan. Alleen er zijn wel wat dingetjes waar we denken waar we winst kunnen halen. En die hebben we betraind vanmorgen. Bij wie ligt de druk morgen? Ik denk bij allebei. Ik denk, als wij winnen doen wij hele goede zaken om steeds dichter bij hun te komen. En dus ja, ik denk dat het bij ons 50-50 is, denk ik. Ik denk dat wij zeker niet bang hoeven te zijn voor NEC. Want we hebben laten zien dat wij gewoon bij de topploeg horen. Je merkt het ook vooraf, NEC, dat hij twee keer komt kijken bij jullie op de training. Ja, dat zegt genoeg toch? Ja, ik denk dat is niet voor niks. We doen het gewoon goed en ja, dat merken andere ploegen ook. En dan, misschien hebben ze dat wel nodig, maar... Tot volgens nu, wij niet. Dus dat zegt meer over ons dan over hen, denk ik. Nee, maar daar zie ik de humor wel van in, want dan draai ik het om. Dus dat maakt me niks uit. Je maakt er gewoon een dolletje van? Ja, daar maak ik een dolletje van, maar wel heel serieus dolletje. Ik weet precies wat ik doe. En dan doe ik het op een ander moment. Durf jij een voorspelling te wagen vanmorgen? Nee, maar ik ga altijd uit van overwinning. Want anders moet je geen trainer worden, toch? Wij spelen voor de overwinning en thuis zeker. Maar ook uit. Maar dat verandert niks. We willen gewoon winnen.